Laat je de set staan. Oké, we zijn vandaag in Rotterdam op de set van Totaal Molux samen met de Boongs, Boong Jamie en Boong Uriel. En ik zie daar iets in je hand. Totaal Molux, aflevering 11, take 1. Met mij, yes. Oké. Actie. Ik ben benieuwd, let's go. We gaan iets moois opnemen voor de app. Die binnenkort, of wanneer komt hij eigenlijk uit? Volgend jaar. Volgend jaar komt hij uit. Om de Molukse taal beter te leren kennen. En ja, ik ben gevraagd om daar een bijdrage in te doen met het presenteren ervan. Ik ben benieuwd, want het is de eerste keer dat ik het ga doen. Maar ik krijg genoeg support, dus dat komt wel goed. Let's go. Let's go. Nou, ik ben Gil aan het zenderen. En we gaan vandaag filmen. Ja. De eerste keer dat ik jou regisseer ook. Ik bedoel, maar jij bent eerder door andere Molukse regisseurs geregisseerd, toch? Door Morris. Ik ga dit aan jouw riem vastklikken, dat je dat even weet. Ja, is goed. Tijdens de videoclip van Jang Padede. Ja. Ja, ja, ook mooie superleuk. Clip ook. Wat voor rol had je daar? Ik was de nonna die werd gespot. Je werd gespot? Ja. Wat betekent toen, dat? Ja, iemand zag mij. Ja? En die wilde mij op date vragen. Oh, leuk. En, stop dit even in je broekzak. Ja. En toen... Met René Hoewij, toch? Ja, Molukse klopt. DOP. Ik heb toevallig met René een korte film geschoten. Oké. Komt volgend jaar in première. Ja. In de bioscoop. Mm-hmm. En ook met Ashraf Bessie heb ik gewerkt. Oh, ja. Die heeft de muziek gemaakt voor die film. Oh, nice. En ik denk dat het wel belangrijk is om, zeg maar, Molukse projecten inderdaad, mm-hmm, dat te doen met, ja, Molukse makers. Ja. Dat vind ik belangrijk, dan is het meer van binnenuit. Ja. En dat maakt het ook superleuk. En ik denk dat je ook, ik weet niet, het is ook wat gezelliger of zo, wat relaxer ook. Ja, ja, je zit wel veel op dezelfde lijn vaak. Precies, ook minder machinaal, weet je wel. Dus, en daarmee bedoel ik meer van dat het, zeg maar, niet is alsof je in een soort van robotstand zit. Van ik moet nu heel snel werken en knallen. Oh ja. Dus het is gewoon lekker relaxed. Nou, hopelijk ervaar ik dat nu ook zo. Nee joh, dat ga je goed doen man. 100%. Ja, het is wel spannend. De eerste keer zo, ja. Ja, wat vind je spannend? Ja, zeg maar, voor jou was het heel spannend om de tekst uit je hoofd te leren, toch? Je hebt het allemaal uit je hoofd geleerd, hè? Ja, het was zoveel tekst, ja, wat ik uit mijn hoofd moest leren. Het is gewoon spannend. Het is weer iets nieuws wat ik mag uitproberen, mag doen. En hoe is het om weer, zeg maar, voor de camera te staan, in de lens te kijken en dit keer dat er geen vragen worden gesteld, maar dat je zelf mag presenteren? Oh ja. Ja, dat is ook wel anders inderdaad. Toen bij Geboeid, toen werden natuurlijk elke keer vragen aan mij gesteld. En dan moet je echt, ja, gaan nadenken en over je gevoelens daarover gaan nadenken. En dat te uiten in woorden. En nu is het inderdaad van... En laten zien van... ook, in je gezicht. Ja, en, ja, dat komt er nou eenmaal uit. Maar nu is het inderdaad anders. Het is echt presenteren. Dus dat is wel spannend, maar wel leuk, denk ik. Ja, en heb je zelf ambities ook in het presenteren? Zou je dat leuk vinden? Laten we dit eerst afwachten. Kijken hoe dit gaat. Dus en, ja, toch. Dus Hilversum, misschien. Bellen. Echt, hè? Bellen. Slamat datang allemaal. Vandaag gaan we beginnen aan een fascinerende reis door het alfabet in het Maleis. Van de unieke karakters tot de prachtige geluiden die ze creëren. Omdat ik dan in die flow zit van vertellen. Klopt, dat je opeens... En dan, Ja. En dan was er... Ja, precies. Ja. Okay. Dat is gewoon ook even een rustmomentje voor jou. Om dan daarna met nieuw energie te herpakken. Met de letters en... Ja, die valt goed weg hoor.
Salikis. En dan over een jaar denk ik van, ja, sperf, dat is één Salikis. Ja, het is leuk om te doen. Ja? En wat vond je eigenlijk de grootste uitdaging met presenteren? Ja, je moet toch wel een beetje letten op je intonatie. Wanneer ga je een beetje omhoog en je weet toch zo. en soms, ja, de uitspraak natuurlijk. Ja. Want ja, ik spreek ook niet vloeiend Maleis. Je spreekt niet vloeiend? Nee, maar na deze app wel. Ja. Ja. Door Totaal Molux gaat Gail vloeiend Maleis spreken. En Boong Henry is in de house. Oh, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Is uit. On the spot. On the spot. Yay. Salapagi allemaal. Wat vinden we van dit platform, Totaal Molux? Ik vind het echt een geweldig initiatief. Als ik kijk naar wat hier allemaal gebeurt op deze professionele set, dan denk ik dat het heel veel, en dan meen ik heel serieus, dat het heel veel levens gaat veranderen. Ja. Omdat hoe je met taal omgaat, zegt ook heel veel over hoe je bent. En als heel veel jonge mensen op zoek zijn naar hun identiteit door middel van taal, ja, dan is dit gewoon de key. Ja, hè? Ja, ik ben echt super trots dat dit gebeurt. Ja, ik denk echt dat heel veel mensen hier wat aan gaan hebben. Ja. Dat je straks toch wel ook ziet dat veel mensen meer de taal gaan spreken en zo met elkaar. Ja. En dat je daar ook niet voor hoeft te schamen. Dat je gewoon zeggen van, bitta banga, bitta orang Maluku. Ik ben gewoon trots dat ik Molux ben en dat ik die taal ook kan spreken en kan delen met andere mensen. Dus, ja, zeker. Super tof. Ja, toch? Ja. Nou. Heel veel succes allemaal en veel plezier met de taal Molux. Ja, we gaan weer verder met shooten. Ja, is goed. Oké, okay, gelukt? Let's go. Slapen. Dat doen we toch al jaren. Ga jij eens even zitten en ik ga jou eens even wat allemaal vertellen. Uit haar hoofd, hè? Ze doet het gewoon allemaal uit haar hoofd. Echt zo bizar. Ja, echt veel lopen stampen, joh. Straks, van... We zijn weer bij het Westelijk Handelsterrein. In Rotterdam. Ik kan het gewoon niet meer normaal zeggen. Rotterdam. Het is vandaag de tweede shootdag. Bij Totaal Molux. Ik heb er zin in. Gisteren was een goede dag. Leuke afleveringen gefilmd. Gezellig op de set. En vandaag gaan we gewoon weer verder. Zin in. Pagi. Al die tekst die je uit je hoofd hebt geleerd. Even weer gewoon in de zien. Camera zo. Ja. Selamat datang. Dit is de laatste dag trouwens, hè? Wat vind je ervan? Jammer. Ik kan dit wel de hele week doen. Ja? Dat is wel vermoeiend. Ik zal het onthouden voor volgend jaar februari. Inderdaad. Oh. Ik moet even wachten tot dat ventilatiesysteem... uit is. Ik heb daar een trucje voor. Maar opletten. Ik ga deze vastleggen. Je doet eerst het licht aan, uit, aan, uit. En dan is de persoon aan, aan. En dan hulp. 1, 2, 3. Nee, jammer. Het is jammer. Misschien kun je uitleggen wat dit allemaal betekent. Dit staat... We kunnen beginnen. We gaan beginnen. Beginnen. Maar misschien is het wel leuk om even te zeggen. Zeker. Dus dit staat voor de aflevering. Dit is alweer aflevering nummer 16 aan een blas. We gaan voor een widescreen. Dus een shot. Een wide shot. En dit wordt de eerste take. Dit is, jawel, de regisseur Uriel Matelemuo. Oranwai. Van die berg Salahutu. En dit zijn allemaal dingetjes die ons kunnen helpen om aan te duiden van waar de scène over gaat. En hier hebben we heel wat getalletjes die je er nog aan toe kan voegen. Dat is helemaal compleet. Dus, maar die hebben we niet nodig, hè? Want ik doe alles in één take. Alles in één take. Jij doet alleen maar one-takers, hè, Gil? Hoe doe je dat eigenlijk? Ja. Wat is jouw geheime formule? Stampen, visualiseren, focussen. En gewoon gaan. Ja, dit is gewoon ongekend. Ja, Hilversum, je kan bellen, hè? Ik zou Gil maar bellen, Hilversum. Direct naar Arnhem. Ja. Oké, zullen we beginnen? Let's go? Yes. Ja? Yeah?
Oké, aflevering 16. Kan je hem sleten? Marie dus het klapbord even voor de shot. Zeker. Aflevering 16, White, take one. Marie Moulay. Waar we het in de andere afleveringen vooral over informele aanspreekvormen hadden, deel ik deze keer ook enkele formele aanspreekvormen. Allemaal van die korte dingen maken toch voor de, als deze online gaat, dat ja. Aankondigen op socials. Dit is zo leuk. Dus, ik weet niet wat ze me hier allemaal aandoen, maar kijk wat ik op mijn hoofd heb. Melanesian Queen. Het is feest. We gaan even kijken. You're almost there. Hey. Yes? Yeah. 20. Mar of Tapi? Dat was inderdaad wel een hele lange, ja. Ja, het is een zware, maar het is echt, ja, echt het is... die konden echt gewoon... Je bent goed geneeld, man. Ja? Echt geneeld. Ja, okay, echt goed gedaan. Ook gewoon uitspraken en zo, echt goed. Echt okay. Goed. Ja. Dus. Ook die Yang Lalu. Die kwam er echt gelijk goed uit. Weet je, het is één voorbeeld gewoon door Harry Yang Lalu. Oh ja, wacht, 2 jaar geleden, dat zeg ik vaker. Het woord, het Nederlandse woord geleden. Sampai zet. Amato. Applaus. Het is een rap voor Gil. Woe! Super goed gedaan, Gil. Woe! Mooi, Gil. Alright. Fantastisch. Thank you. Woe! Super goed. Thank you. Echt super goed. Thank you. Thank you. Yeah. Dat heb je heel goed gedaan. Ja, jullie ook bedankt. Ja. Dat was een lange adem, hè? Ja, dat was lang. Maar, we made it. Echt verrot voor je, hoor. Echt goed gedaan. Ik ben heel benieuwd hoe het straks samen komt. Ja, ben benieuwd. Super veel vertrouwen. Ja, echt top. White, take 1. Dominee, you can move with your hands. It's okay. Yeah. Yes. Siap, kasing siap. Klaar of niet klaar? Wij gaan nu beginnen. Boom Jamie, de oprichter van Totaal Molux. Yes. Ja, je bent al deze week druk bezig geweest met alle shoots. Klopt, ja. Ja, we zijn afgelopen maandag begonnen. We hebben een testdag gedraaid. Mm-hmm. En nu is het alweer zaterdag. En aan het einde van deze week zo hebben we straks de eerste 23 afleveringen opgenomen. Zo, dat is best wel wat, hè? Ja, dat was nogal wat. Ja. Ja, daar kan je natuurlijk ook alles over vertellen. Ja, maar hoe heb jij het ervaren? Ja, heel erg leerzaam. Mm-hmm. Maar ook heel leuk natuurlijk om met jullie allemaal samen te werken. Omdat het natuurlijk een eerste week is het voor ons ook even kijken hoe het allemaal werkt. En wat je allemaal kunt doen op een dag samen. Maar het voelt voor mij wel stiekem een beetje als geschiedenis schrijven. Omdat dit er nog niet is in de vorm hoe wij het nu gaan doen. Ja, zeker. Dus super enthousiast. Ja. En hoe ben je eigenlijk hier op dit idee gekomen? Om een platform te maken? Ja, dat heeft er eigenlijk wel mee te maken met dat ik zelf überhaupt onze taal heel mooi vind. Ik heb dat zelf een tijd gezeten en het ook geleerd. En dat heeft mij echt wel doen beseffen van dat dit eigenlijk iets is wat ik met iedereen wil delen. En dat is nogal wat. Dan kun je een cursus geven. Maar we hebben tegenwoordig natuurlijk heel veel nieuwe media, waardoor je veel meer mensen kunt bereiken. Ja. En vandaar het idee voor een platform. Ja, super gaaf. Ben je dankbaar? Ik denk dat veel mensen hiervan gaan leren. Ik heb deze 2 dagen echt super veel nieuwe woorden ook geleerd. Ik vind het wel heel goed dat je dit doet. Ja, thanks. Ja. Prima gracie. Ja, dank je wel. Ja. Hola die, hola die. Ay mamá, ya mamá, mamá, beta.
slaan.